Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. In deze wekelijkse uitzending beginnen we met de 5 meest recente Nederlandstalige afleveringen van de Daily Minutes, zoals uitgezonden via PI2NOS. Vervolgens komt de Amateur Radio Newsline met de datum van deze vrijdag met wereldwijd nieuws over onze hobby in het Engels. Aan het eind van de uitzending zenden we de Deutschlandrundspruch uit, het landelijk nieuws van die week van de Duitse amateurvereniging DARC. Deze bijdrage is in het Duits. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1405, als ik goed tel, met een uitzending voor vandaag, 10 september 2018. Dit is een ochtenduitzending. Dit is het bulletin dus van maandagochtend. Vandaag is de data 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ik zag gisteren, net als afgelopen jaren, een impressie maken van de ballonvossenjacht van de dag ervoor voor in de Daily Minutes. Dat had enige complicaties, zoals bleek. Er waren dingen die technisch en organisatorisch misgingen. In het verleden maakte ik vaak voor de zekerheid 2 opnamen van de ballonvossenjacht. Dat ging nooit mis en ik had gisteren mijn tweede computer nodig voor iets anders, dus ik besloot het met 1 opname te doen. Het ging in het verleden nooit mis, toch? Nou, dat ging het dus nu wel. Het bestand van de tweede opname is corrupt. Ja, de tweede opname, het tweede deel van de ballonvossenjacht. En dus staat de prijsuitreiking er niet op. In voorgaande jaren had ik behalve de lange opname ook korte opnamen gemaakt. Bijvoorbeeld van de prijsuitreikingen van de start. Ik hoefde dan niet in de grote bestanden die uiterst traag worden ingelezen te zoeken. En dat spaarde veel tijd. Tja, in het verleden was het vaak al om 4:30 afgerond, of soms zelfs eerder, de ballonvossenjacht. Maar gisteren was dat om 6:30. Dat was een 30 minuten voor het uitzendtijdstip van de Daily Minutes. Kortom, ik zou dit om 7:00 nooit gered hebben. Vandaar heb ik de uitzending laten vervallen om het nu vanochtend beter te doen. Dit staat alles overigens in schril contrast met de rest van de dag gisteren, waar in elk geval zo te horen voor de luisteraar niets mis leek te gaan. De ballon viel in een hoge boom. Hoe krijg je die naar beneden? Nou, een van de twee teams die het eerst bij de vos waren, had een soort grote hengel bij zich, waarmee de ballonzonde vrij gemakkelijk uit de boom gehaald werd. En de start, die was niet alleen op tijd. Er is een foto met een breed, smilend startteam, omdat ze ruim op tijd alle checks en werkzaamheden voor de start hadden afgerond. Ontspanningsmomentje staat er boven de foto. Verder was het weer ronduit fantastisch voor de camerabeelden vanaf de ballon, die lange tijd vrijwel stil leek te hangen en daarbij slechts heel langzaam naar een hoogte boven de 30 kilometer zweefde. Om klokslag 1 uur vond de lancering plaats, gepresenteerd door PA3 Foxy en Key Mike. Ja, Pip, zijn we nou live, ja of nee? Want de oplating gaat zo plaatsvinden. Zeg maar nu. Oké. Iedereen van harte welkom bij de 40ste ballonvossenjacht alweer. Nou, de ballon ziet er weer prachtig uit. Maarten, hoe voelt die jongen? Ja, hij is goed. Alles mooi weer en weinig wind nog hier. Dus het gaat helemaal goed. Oké, zitten er nog verrassingen in de zonde? Nee, het zijn wat verbeteringen, maar geen verrassingen. Oké, goed. Arno, jij hebt het, de eer om de ballon te mogen dragen. Ja, mooi hè. Het is echt geweldig. Het is toch wel een van de hoogtepunten van je leven, of niet? Nou ja, dat wordt 20 kilometer. Okay, dat wordt 20 kilometer. Nou, dan zie ik natuurlijk ook nog een van de vaders van de ballonvossenjacht, Misha. Hallo. Hoi. Hi. Ik ben ook aan het lopen met een shoot in mijn handen. Dus het is een beetje creatief praten zo, maar goedemiddag Remco. We staan hier wel midden in de prut, jongens. Oh. Nou, moeten we even kijken of we dat zo schoon kunnen maken. Hé, dat hadden we nou niet verwacht. Een beetje prut mag de pret niet drukken. Dat is waar. Nou, we staan hier op de geheime plaats waar de ballon opgelaten wordt. Het is de bedoeling dat het een echte pijlevenement wordt. En dus niet mensen met windprofielen proberen te voorspellen waar die neerkomt. We hebben een lekker windje, moet ik zeggen. Het blijft natuurlijk altijd wel spannend of die weer mooi omhoog gaan. De situatie zit als volgt. De eerste ballon, dan hangen de 2 parachuten onder. Lange tijd niks. En daarna de transponder. En de ballon is, ik wou zeggen, bijna los. Maar Maarten heeft het nog vast. 1, 2. Nog een keer. 3. En bij deze is de 40ste ballonvossenjacht een feit.
De uitgangsfrequentie van de transponder is 145.475. Je gaat erin op 432.550. En de ATV-center staat op 1252 megahertz. Ik moet het nog even zeggen, iedereen die aan de jacht meedoet, veiligheid gaat boven alles. Dus hou je ogen ook op het verkeer. En zorg ervoor in ieder geval dat je geen probleem vormt voor je medeweggebruikers. Dan geef ik de microfoon weer terug naar het commandocentrum. De vooraf geheime lanceerplek was by the way in de omgeving van Barneveld. De ballon trok vervolgens eerst met zo'n 70 km per uur richting oost-noordoost, min of meer de snelweg volgend. Na een half uur was de hoogte een kilometer of 4. Oost-noordoost van Nieuw-Milligen bleef de ballon vervolgens min of meer stabiel. De hoogte nam nog wel toe, zo'n 3 kwartier na de start was die 7,5 kilometer. Af en toe werd de ballon daardoor een windvlaag gepakt en maakte dan een plotselinge beweging. Rond 2 uur was de hoogte 9 kilometer en dreef de ballon richting Apeldoorn. Kwart over 2 was de melding onder andere dat het verplaatsingsgedrag van de ballon in horizontale richting wispelturig was. De hoogte is dan inmiddels 10 kilometer. Om 2:30 hangt de ballon op 13 kilometer, maar stijgt niet veel meer en de horizontale beweging is ook niet bijzonder spectaculair. Om 2:45 beweegt de ballon zich op 17 kilometer hoogte in oostelijke richting. 2:45 zit de ballon bij de Nederlandse plaats De Lutte, nabij de Duitse grens, niet ver van het bekende Bad Bentheim. De hoogte is dan 2 uur en 1 kwartier naar de start, inmiddels 22 kilometer. De horizontale beweging buigt daaraf iets meer naar het noorden. Een half uur later, om 3:45, hangt de ballon nagenoeg stil op 25,7 kilometer hoog. Om 4 uur beweegt de ballon zich op ruim 30 kilometer weer terug Nederland in, richting de plaats Oldenzaal, waar de ballon om 3:03 klapt en dan met een duizelingwekkende snelheid naar beneden valt. Wilde beelden van de camera aan de ballon zijn het gevolg. Het ziet er tegelijk intrigerend en een klein beetje sinister uit. De valsnelheid is dan inmiddels enorm. Binnen 4 minuten gaat de ballon van 31,6 kilometer hoogte naar slechts 24 kilometer hoog. Om 3:40 is de ballon net over de grens bij Bad Bentheim, zo'n 9 kilometer hoog. 10 minuten later is de daalsnelheid nog steeds vrij hoog. De hoogte is nu 5 kilometer en de verplaatsing nog steeds richting oost. 3 minuten later is de hoogte al 1 kilometer en na 2 minuten bereikt de ballon weer terra firma. Nou ja, een flinke boom. En nog 1 meter of 10 te gaan dus. Dit was om 4:50, de ballon was op dat moment nog niet door een van de teams gevonden. Om 4:45 komt dan het bericht dat de ballonsonde is geborgen. Iedereen wordt verzocht naar de plek van de landing te komen. Het laatste team met Lodewijk PA3BNX en Rob PA5ROB komt tijdens de prijsuitreiking aan. Je kunt volgens mij zeggen dat het peilen naar de ballonvos in populariteit toeneemt. In totaal waren er 54 teams op pad, waaronder opmerkelijk veel mensen die in hun eentje peilden. Winnaar is Papa Alpha 8 Whisky samen met Tony PNL-TGA die ik na ruim 30 jaar niet gezien te hebben zelfs op het onrustige camerabeeld nog in een flits herkende. Tweede is PG8M met Patrick en Bernadette. Derde PA1JRN Wouter en PA3AUV. Verder Raymond, Jessica en PA2AR die zoals gezegd werd de top van de pijlers van de 27MC zijn. 5 PA3DFR en PD4EJP. 6 PD4C. 7 PC2I, PC2L, PD2E en Mart. 8 PD2CSD en PD1DBL. 9 PE5PVB, PE2AVD en Pascal. En 10 PA0SOM, PA3BQP en PNLMLH. Of je nou meedeed of het evenement vanuit huis via de ether of via internet volgde, het was een zeer geslaagde dag. Een immense klus voor degenen die het allemaal verzorgd en georganiseerd hebben. Dit jaar bestond het team uit 30 personen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Mocht deze uitzending om een of andere reden de komende tijd een keer niet doorgaan, dan kun je hem in veel gevallen wel beluisteren via youtube.com/pa0ete. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1406 met een uitzending voor vandaag, 11 september 2018. Dus de bulletin van dinsdag. Data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Vandaag hebben we maar één onderwerp. De site van de Vierhond verwijst vandaag naar een voorgenomen beleidsregel bij mijn buurgemeente Nijkerk. Ik zit slechts 3 kilometer vanaf hun gemeentegrens en ik mag van geluk spreken.
Als de gemeentebestuurders van Nijkerk hun zin krijgen, dan verstoten ze de plaatsen Enschede en Rotterdam mogelijk zelfs nog van de eerste en de tweede plaats op het gebied van de meest antenne-onvriendelijke gemeente van het land. Ondanks landelijke afspraken tussen gemeentes over geen vergunningsplicht voor antennes van minder dan 5 meter, wil Nijkerk dat amateurs hun antennes waar mogelijk combineren met bestaande infrastructuur of met antennes van telecomproviders of andere antennebezitters. Daarnaast gelden er een aantal haast onhaalbare afstandscriteria naar andere bebouwing en in het bijzonder naar overheidsgebouwen. Moeiteloos worden amateurs daarbij naast schotelbezitters op één hoop geschoven met andere gebruikers van antennes, zoals mobiele providers, met alle nadelen en kosten voor de amateur op de koop toe. De maatregel is overigens een afzwakking van bestaande regels. In het nieuwe voorstel is sprake van een minimale afstand van 30 meter van antennes ten opzichte van bebouwing en in het geval van overheidsgebouwen 50 meter. In het op dit moment geldende beleid is die afstand nog 300 meter. De gemeente concludeert na een aantal jaren dat die 300 meter niet haalbaar was, vandaar de verlichting van het beleid. Nieuw is echter wel dat de regel in tegenstelling tot eerder ook gaat gelden voor schotelantennes en antennes voor zendamateurs. Waarschijnlijk spelen hier de gevreesde gezondheidsaspecten van zendantennes een rol. Er gelden nog een groot aantal aanvullende regels. Zo moeten antennes niet misstaan bij bestaande bebouwing. Antennes moeten uit het zicht geplaatst worden, moeten daarnaast geïntegreerd worden in de architectuur. De visuele kwaliteit van de bebouwing mag niet worden aangetast en het geldt ook voor specifiek architectonische kenmerken van gebouwen. Er zijn ook positieve punten. Bij nieuwbouw, die daarvoor in aanmerking komt, moet al bij de bouw rekening worden gehouden met de integratie van een uiteraard zo weinig mogelijk zichtbare antenne. En die moet ook nog bij het gebouw passen. Ja, daarnaast moet de antenne en de bijbehorende installatie mooi zijn vormgegeven, zo schrijft het voorstel verder. Als je montage- en bevestigingsmethodieken gebruikt van een goede vormgeving, kan dat de integratie in de omgeving en de acceptatie van de antenne vergemakkelijken. Er zijn enkel bizarre zaken, zo moeten antennes en reclameborden zoveel mogelijk dezelfde vormgeving hebben. Ja, en volgens het voorstel is ook de kleur die de amateurantenne heeft van belang en deze kleur dient zorgvuldig te worden gekozen. Bij de aanvraag om een antenne te mogen plaatsen moeten al deze gegevens aan de gemeente ter beoordeling worden gegeven. In het voorstel is verder sprake van een aantal uitgesloten gebieden binnen de gemeente waarbinnen het plaatsen van de antennes hoe dan ook verboden is. Alleen als de plaatsende provider kan aantonen dat hij zonder plaatsing op die plek onvoldoende dekking zal hebben, zal het college bereid zijn om een nadere afweging te maken, zo staat er. Er zijn daarnaast binnen het voorstel nog een paar mogelijkheden om van het beleid af te wijken. Bijvoorbeeld als de redelijke grenzen van beeldkwaliteit of welstand niet worden gehaald. Ja, dat gaat vast ook niet over zendamateurs. Over of de regel ook voor bestaande antenneinstallaties gaat gelden wordt niet gesproken, dat zal dus ook wel niet zo zijn. Maar er wordt wel in zijn algemeenheid over gesproken dat als er bijvoorbeeld 5 huizen van een amateur een zendamateur bijkomt, dat je dan als antennebezitter ermee te maken kunt krijgen dat die nieuwe amateur geen antennevergunning krijgt, maar gebruik zal moeten maken van jouw antenne. Kortom, als je een steentje bij wilt dragen, kun je momenteel nog op het voorstel van deze fijne gemeente reageren. Mijn verzoek is dan ook om dat in zo groot mogelijke aantallen te doen. Om het je gemakkelijk te maken heb ik een linkje geplaatst op de website van de Daily Minutes, p0ete.nl, waar je op eenvoudige manier op het voorstel kunt reageren. Je moet er bij het formuliercode nummer in het pull-down menu laten staan en je moet volgens mij verder reageren als indiener om je reactie te kunnen sturen. Tenminste, dat is wat ik gedaan heb en ik kreeg keurig een bevestiging dat mijn mail in behandeling is genomen en dat ik nog een ouderwetse brief via de post krijg ook om dat alles te bevestigen. Dus ook als je weer eens zo'n envelop via de postbode wilt ontvangen, is dit een aanrader. Maar serieus, dit fraaie staaltje van amateurtje pesten is natuurlijk te gek voor woorden. Als je niet weet wat je moet schrijven, schrijf dan in je reactie zoiets als: ik ben zendamateur en ik hoorde van dit voorstel, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Of leg bijvoorbeeld uit wat de zendhobby bij calamiteitenbestrijding betekent. Laat ze in elk geval weten dat er een hoop mensen in dit land zijn voor wie dit onaanvaardbaar is. Nijkerk is een redelijk kleine plaats, maar als die gekte eenmaal hier beleid is, wie weet welke gemeentes dit idiote voorstel nog meer gaan overnemen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, vanavond is er weer de D-Star-ronde vanaf 8:30 op de meeste D-Star-repeaters, DCS 088B en via de website van Frans, Papa Delta 4, Foxtrot, Mike, Juliet, PD4, FMJ.nl. Morgen is er verder weer een Slow Scan Radio. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes nummer 1407 met een uitzending voor vandaag, 13 september 2018. Dit is het bulletin van donderdagochtend. Bij deze korte uitzending zit geen data. Gisteren heb ik me, verslapen waardoor er geen Daily Minutes was. Ja, het was een erg drukke dag die om 4:30 s'nachts voor mij al begon. Vandaag, het is nu 10:00, probeer ik nog een korte ochtenduitzending te maken om niet helemaal met lege handen te staan om 10:30. De nieuwe nieuwsbrief over de maand augustus is uit van het IARU
IMS, hoe zeg je dat nou, het IARO monitoring systeem, vroeger ook wel bekend als Intruder Watch. Eigenlijk vond ik dat een betere naam die de lading beter dekt. Radio Hargeisa uit Somaliland op 7120 was na 3 weken afwezigheid helaas terug, net als Radio Ethiopia, die op dezelfde frequentie dat signaal onhoorbaar probeert te maken. 5 MHz is een drukke band. De marine in het Deense Aarhus was in augustus meerdere dagen actief geweest met Stanag 4285, een PSK-signaal op 5361.8 met de nodige bandbreedte. Deense amateurs hebben vast niet zoveel last van. Denemarken heeft een zeer ruime allocatie voor de 60 meter band. Overigens is dit een geheel legaal signaal in een band waar zendamateurs een secundaire status hebben. Verder zat het Russische zonnebloem over de horizon kustradarsysteem ook geregeld in dezelfde band. Het signaal van de Russen is doorgaans 45 kHz breed, maar soms ook 190 kHz. Let wel, dit is over een amateurband heen die slechts 15 kHz groot is. Verder zat het Russische zonnebloem over de horizon kustradarsysteem ook geregeld in dezelfde band. Het signaal van de Russen is doorgaans 45 kHz breed, maar soms ook 190 kHz. Let wel, dit is over een amateurband heen die slechts 15 kHz groot is. Er was verder een sterke toename van militair verkeer op 7 MHz, 14 MHz en 18 MHz in de amateurband. 7 en 14 MHz zijn in de meeste landen primaire amateurbanden. De meeste militaire signalen waren overigens digitaal. Verder was het Chinese over de horizonradarsysteem op 20 meter hoorbaar. Dat van de Engelsen op Cyprus zat in de 18 MHz band en het Iraanse over de horizonradar zat zoals gebruikelijk in de 10 meter band. En dat alles via sporadische E hier goed hoorbaar. Er was daarnaast veel communicatie van Defensie en Rusland in de 40 meter amateurband, met name rond 7182 kHz. In diverse landen waren er verder activiteiten zoals een nummerzender op 14347 en piraten op 14000. Opvallend is echter dat de nieuwsbrief ook melding maakt van misdragingen van zendamateurs, onder andere Franse amateurs die in het bakengedeelte van de 10 MHz band in SSP werkten. In het grootste deel van die band is alleen CW toegestaan wereldwijd. Ook was er sprake in de 40 meter band van kinderachtig gedrag door gelicentieerden, met name vanuit Oekraïne, met muziek die er gedraaid werd en beledigingen die geuit werden aan het adres van andere amateurs. Er staat dat het zowel uit West- als Oost-Oekraïne was, dus ik vermoed dat het te maken heeft met het binnenlandse militaire conflict in het land. Verder waren er weer de Spaanse vissers die lak hebben aan alle regels en met name aan onze amateurbanden. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1408 met een uitzending, tel ik wel goed, ja, volgens mij wel, 1408 met een uitzending van vandaag 13 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Ja, dit is al de tweede uitzending van vandaag. Vanochtend was er ook een nieuwe uitzending omdat die van gisteravond niet doorging. Die uitzending kun je zoals alle uitzendingen van de laatste tijd ook terug horen op www.youtube.com/panelete. Data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 hertz, 8 PSK 1000 bij 1800 hertz. CNN bericht over de inzet van zendamateurs bij de orkaan Florence die momenteel de VS teistert. Zo bericht southgateARC.org. De ERRL heeft meerdere kits samengesteld met apparatuur om bij dit soort rampen om bij de bestrijding van dit soort rampen te gebruiken. En daarvan zijn er 7 naar South Carolina gestuurd. Dezelfde kits werden vorig jaar ook al in Puerto Rico gebruikt, toen de orkaan Maria daar onder andere de stroomvoorziening onklaar maakte. Korte golfcommunicatie was daar essentieel op dat moment. Nog meer nieuws over de orkaan Florence, want AMSAT gaat proberen met de camera in AMSAT Oscar 92 om van bovenaf beelden te maken van de orkaan. Om de beelden te decoderen is speciale software nodig, Fox Telem genaamd, die voor zowel Linux, Windows als Mac van de site van AMSAT US kunnen worden gehaald. Frequentie is uit mijn hoofd gezegd 145.88, maar dat moet je even opzoeken. Ja, ik ben nog steeds niet best bestemd zoals waarschijnlijk te horen is. Het kost vooral moeite om geluid te maken. De Engelse SXDX-groep is wereldwijd de eerste die een verbinding heeft weten te maken via Moonbounce met gebruik van alleen maar een dipole als antenne. De band waar dit gebeurde was 70 centimeter en er moet bij verteld worden dat de bescheiden opstelling aan de Engelse kant gecompenseerd werd door het Duitse tegenstation DL7APV. Dat station werkte met 128 maal een 11 element Yagi voor 70 centimeter. Ja, en dan de modulatiesoort DRM, niet te verwarren met de DMR, die in eerste aanleg nergens geaccepteerd leek te worden.
DRM is echter aan een hernieuwde opmars begonnen. Werd de modulatiesoort de afgelopen jaren in steeds grotere mate in India toegepast. In de Russische Federatie is men nu van plan om in twee daar gebruikte FM-omroepbanden van 56,9 tot 74 of van 87,5 tot 108 de nieuwe norm DRM Plus te gaan gebruiken. Dat is een verbeterde variant. Nou, ik ben lekker aan het stotteren vandaag. Op de website southgatearc.org staat er een artikel hierover, waarin gevreesd wordt voor de storing die dat zou kunnen geven op de 70 MHz amateurband, zeker als er sporadisch E is. Ik zie dat zelf echter niet zo. Momenteel zitten daar ook stations in Rusland die gebruiken in plaats van DRM Plus echter nu FM. Ja, ik wil tenslotte nog even reageren op een gerucht dat afgelopen weken circuleerde, als zouden Daily Minutes knip- en plakwerk gebruiken om de nieuwsberichten te maken. Ik kan hierop maar één ding verklaren. Het is waar. Als ik dat namelijk niet zou doen, dan zou ik de nieuwsberichten moeten verzinnen. De taak van een journalist is zoek uit wat is het meest relevante nieuws en ga daarop researchen. Het mooie van een land zoals dat van ons is dat je dat in totale vrijheid kunt doen. Niemand bemoeit zich ermee en iedere individuele journalist die maakt daarbij zijn eigen keuze. Als het goed is, gebruik je zoveel mogelijk meerdere bronnen voor een verhaal. De inhoud van al die verhalen weeg je en beoordeel je aan de hand van de achtergrondkennis die je al hebt en daar baseer je je uiteindelijke tekst dan op. Wil je dat knippen en plakken noemen? Dat is helemaal oké. In grote lijnen komt het daar ook op neer. Maar het is wel nodig, want anders zou er pas echt sprake zijn van fake news. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1409 met een uitzending voor vandaag 14 september 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. De data vandaag die is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. In Noorwegen zijn de mogelijkheden voor zendamateurs in de 4 meter band flink uitgebreid, zo melden meerdere bronnen. In het land loopt de amateurband nu van 69,9 tot 70,500 en is het maximale zendvermogen 100 watt voor gewoon gebruik en 1 kilowatt voor EME en meteorscatter. De nieuwe voorwaarden gelden sinds 8 augustus en gelden voor Noorwegen zelf en daarnaast ook voor Spitsbergen, ook bekend als Svalbard, Jan Mayen en Bouvet Eiland. Peter de Eerste Eiland en het Noors territorium op Antarctica. Met de nieuwe regel zijn eerdere regionale beperkingen in Noorwegen op 4 meter komen te vervallen. De RRL heeft een speciale pagina geopend onder andere de orkaan Florence. Verschillende sites berichten hierover. De pagina gaat nieuws brengen over de hulp van de Amerikaanse amateurs bij deze orkaan en bij andere orkanen in dit seizoen. De pagina bevat daarnaast een aantal behulpzame links voor mensen die zelf getroffen zijn. En daarnaast staan er links naar artikelen in de media waarover het onderwerp van de hulp door amateurs bij orkanen wordt gesproken. URL is arrl.org, arrl.org en dan -2018-hurricanes, waarbij hurricanes met een hoofdletter wordt geschreven. Als je op Google zoekt op arrl2018-hurricanes, dan kom je er ongetwijfeld ook. Vandaag over een week kun je op 145.800 weer luisteren naar het ISS, het International Space Station. Op vrijdag 21 september vanaf 10.15 uur UTC maakt het ISS verbinding met de Bisschoppelijke School en Technisch Instituut in het Belgische Sankt-Vith. Dat plaatsje ligt in Duitsstalig België. En tijdens dezelfde omloop wordt ook verbinding gemaakt met de beroepsschool in het Duitse Nuremberg. Dit alles volgens de website aris.org. Recent vond weer de jaarlijkse ballonvossenjacht plaats. Nederland was een van de eerste landen waar amateurs met een stratosfeerballon een amateurzender de lucht in lieten gaan. Diverse landen volgden en de meeste ballonnen hebben lang niet zo'n geavanceerde payload als de mensen van de stichting Scope in de lucht brengen. Je kunt volgens mij niet zeggen dat er sprake is van een rage, maar wel van een fenomeen. Wat voor payload je in de lucht stuurt is nog wel eens een probleem. Een jaar of vier geleden brachten amateurs in Spanje twee stuks Baofeng UV3R portofoons in de lucht. De ene werkte op 70 centimeter als zender, Fox gestuurd, de andere als 2 meter ontvanger om zo een eenvoudige crossband repeater in de lucht te brengen. Inmiddels zijn we zover dat er ook bedrijven zijn die payloads voor een dergelijk ballonexperiment te koop aanbieden. Amerikaanse bedrijf High Altitude Science in Tampa, Florida legt zich helemaal toe op deze markt. Het bedrijf dat zich met name op projecten voor scholen richt, levert een vluchtcomputer, een bakenkit, verschillende parachutes, ballons en spullen om de ballon mee te vullen en zelfs voor $700 een complete ballon met payload. Verder leveren ze ook een gimbal om een camera op te monteren en voor $225 een complete payload die slechts 30 gram weegt, de Stratotrek. De Stratotrek bevat een 2 meter miniatuurzendertje, dipoolantenne, GPS met APRS-functie. Het zendertje is slim, want afhankelijk van de plek op de wereld kiest hij de daarin gebruikt zijnde frequentie voor APRS op 2 meter. Even gecheckt en boven Nederland werkt hij inderdaad keurig op 144.800.
Verder zit er een temperatuursensor in waarvan de gegevens naar beneden gestuurd worden. En ondanks de ijzige temperaturen blijft hij op een enkele vorstbestendige AA penlight batterij desnoods een week het APRS signaal uitzenden. Er zit ook een spanningmeter in voor de batterij. Ik heb helaas geen afmetingen kunnen vinden, maar het dingetje is zeer klein. 5 bij 1,5 centimeter als ik moet schatten. Te vinden op de website highaltitudescience.com. Vandaag een piepklein deeltje 9 van de serie over antennes. De komende dagen kijken we vooral naar ontvangstantennes en met name hoe je daarop zo weinig mogelijk QRM binnenkrijgt. Er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken. De opstelplek van de antenne is nog wel het belangrijkst. Aarding speelt ook een rol. Je kunt de hoogte ingaan, hoe verder bij de storing vandaan, hoe beter. En als het hoger kan, dan is dat de beste richting. Een andere manier is de antenne anderszins verplaatsen. En als je dan bezig bent, probeer dan ook de zendontvanger mee te verhuizen. Nadeel is dat je dan ook de deur uit moet om de spullen te gebruiken. Je kunt echter de apparatuur ook op afstand besturen. Dat is tegenwoordig ook gewoon legaal. Het type antenne is ook belangrijk. Er zijn antennes die beduidend minder storing oppikken. Dat zijn vaak overigens niet de allerbeste antennes om op te zenden. Om die reden kan het handig zijn om afzonderlijke zend- en ontvangstantennes te gebruiken. Andere dingen waar je aan kunt denken zijn technische maatregelen om de storing te onderdrukken. En wat ook heel belangrijk kan zijn is een goede aanpassing van de voedingskabel. Een gebruik om storing te onderdrukken bij voorkeur coax en dan een type met een goede afscherming. Dit was in vogelvlucht een klein overzicht van de mogelijkheden. In de volgende delen van de serie over antennes gaan we op een aantal van deze mogelijkheden nog wat dieper in. In deel 10 van de serie over antennes gaat het over een bijzonder soort antenne, de loopantenne. De loopantenne is een antenne waarbij de stralen de vorm heeft van een lus, meestal de vorm van een cirkel. In feite is de stralen van een quadantenne ook een loopantenne, zij het dat die vierkant is. De lus van de loopantenne wordt al dan niet via een ballon gebalanceerd gevoed. Er bestaan twee tamelijk verschillende soorten loopantennes. Je hebt de full-size loop, waarbij de lengte van de omtrek dicht in de buurt komt van een hele golflengte. Een standaard quadantenne is bijvoorbeeld zo'n full-size loop. Een gesloten dipool is in feite ook een full-size loop, die in tegenstelling tot bij een quad is samengevouwen, zodat het voedingspunt en het tegenoverliggende gedeelte dicht tegen elkaar aan liggen. Daarnaast is er de magnetische loop, die ook wel kleine loopantenne wordt genoemd. Magnetische loop heet die omdat de antenne zich magnetisch, dat wil zeggen als zelfinductie gedraagt, en er dus met een capaciteit moet worden afgestemd op de gewenste frequentie. Dit soort kleine loopantennes worden vaak gebruikt op plekken waar grotere antennes te veel zouden opvallen of waar er geen ruimte voor is. De bekende ferrietantenne uit een radio voor middengolf of korte golf is in feite ook een kleine magnetische loop. Hier bestaat de lus dus uit meerdere wikkelingen die bovendien heel klein zijn. Een veelgebruikte afmeting voor een magnetische loop is een omtrek van de cirkel van minder dan een tiende van de hele golf. Dat betekent tevens dat er een vrij constante stroomverdeling over de gehele antenne bestaat. Dat is dus heel anders dan bij een full-size antenne waar de staande golf op de antenne de vorm van een sinus heeft met een maximum en een klein maar zeer prominent minimum in de stroomverdeling. Wanneer je de loopantenne groter maakt, dan treedt die staande golf op de antenne in steeds hogere mate op, totdat deze bij de volledige golflengte zich precies zo manifesteert als bij andere full-size antennetypen. Loopantennes hebben de eigenschap om met name op de magnetische golf van het signaal te werken en niet op de elektrische golf, zoals de meeste andere antennes wel doen. De meeste storing bestaat uit elektrische golven en veel minder uit magnetische golven, terwijl het gewenste signaal juist vooral uit magnetische golven bestaat. Deze eigenschap is dus de reden van de unieke eigenschap van een magnetische loop om uiterst ongevoelig te zijn voor stoorsignalen, met name ook stoorsignalen uit de omgeving. Volgende keer gaan we verder op de loopantenne. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Vanavond is er weer de lange uitzending vanaf 10:30 op PI3 UTR en op fm.shorties.nl. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report number 2133. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hams deploy for storm communications. The Voice of America's Bethany Relay Station marks an anniversary. And a tribute to Navajo Code Talkers. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2133 comes your way right now. From around the world,
This is Newsline, amateur radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here's Jim Dameron, NATMW. We begin this week's report with breaking news. As Newsline went to production, hams in the United States were bracing to provide storm response on several fronts. By September 12th, South Carolina Ares had been activated and the ARRL had shipped ham aid kits to the state in advance of Hurricane Florence. The Hurricane Watch Net was closely following that hurricane as well as Tropical Storm Isaac and other systems. The Salvation Army Team Emergency Network was also preparing for the likelihood of an extended activation. With more details, here's Bobby Best, WX4ALA. What just before the start of the official start of the hurricane season was predicted to be an average to slightly above average season by the National Hurricane Center was later downgraded mid-season to an average to below average season, sure seems to have kicked off September with a vengeance. With one named storm, Tropical Storm Gordon, already having made landfall along the Alabama-Mississippi Gulf Coast, plus as of this story being filed, there were three named storms in the Atlantic Basin, Hurricane Florence that is forecasted to make landfall somewhere along the southern Atlantic coast, Hurricane Isaac that could affect the Caribbean, and finally, of the named storms, there's Hurricane Helene located just off the coast of Africa. There's also an area of concern that the NHC is monitoring that could ultimately affect the Western Gulf in the coming days. This area of the Gulf of Mexico is very conductive for the potential of tropical development at this time, so persons in the area or with interest in the area need to closely monitor weather conditions. Be sure to follow the NWS and local media outlets and heed the advice of local government officials. If evacuations are suggested, follow those suggestions, please. Additionally, follow the directions of your local Aries leadership before and after landfall and monitor and report emergency traffic on the National Hurricane Center net and the various local Skywarn nets on their respective frequencies through this event. For Amateur Radio Newsline, I'm Bobby Best, WX4ALA. Young members of an amateur radio club at one school in the UK just got the gift of DX, as Jeremy Boot, G4NJH, tells us. If some of the students at Sandringham School in St Albans, Hertfordshire, seem to be disappearing at lunchtime or after school, it's probable you'll find them in the first floor room that houses the school's amateur radio club station, M0SCY. At this secondary school for high achievers, these particular youngsters are looking for particularly high marks, not just in academics but also in DXing. Members of the Sandringham School's Amateur Radio Club, now in its second year, they recently helped assemble and install a tri-band beam antenna that had been donated by the school's headmaster, Alan Gray, G4DJX. With extra help from him and the school's caretaker, the team of young hams got the antenna in place this month and added a donated rotator with the support of a friend and Nevada Radio. Alan told Newsline that the students went on the air and immediately noticing the improvement of the beam over the multiband dipole they'd been using, they wasted no time setting themselves up for their next assignment, the challenge of completing DXCC by the end of the year. Alan noted that this won't just be a ham radio achievement for the youngsters, but with a nearby map, a geography lesson as well. He said the students have their eyes on some contests in the coming months and have begun entering the Radio Society of Great Britain's 80-metre cumulative contest. These high achievers have done well. The club's September entry made 68 contacts in an hour and a half with only four operators. Best of all, Alan said, the students are teaching one another and working together. Now, he says, all he needs is a little extra help around the shack to keep up the encouragement and the knowledge. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. Hams are mourning the loss of a longtime amateur who was as devoted to lighthouses as to radio, as Kevin Trotman, N5PRE, reports. J.
Just as Jim Widener, K2JXW, showed his devotion to historic beacons for safety for maritime travelers when he founded Amateur Radio Lighthouse Society, he too was seen as a beacon of friendship to those who knew him. Jim, who founded the organization in 2000 and watched it grow to a worldwide membership of nearly 1,700, has become a silent key. His death was announced on the website of the Society on September 7th. A resident of Merchantville, New Jersey, Jim had retired from a career of more than 30 years as an English teacher in the Northern Burlington County Regional School District. He was also active in the U.S. Coast Guard Auxiliary and the Office of Emergency Management for the Borough of Merchantville. The organization website noted that it was founded in part to honor the heritage of lighthouses and lightships, but also to recognize lighthouse keepers as maritime heroes. Jim had been a licensed amateur since 1954. In an online tribute on the Society website, John KX40, to whom Jim had passed the baton, wrote, quote, "Jim's friends are numerous and many continue to help me fulfill his goals of the ARLHS. So, in a very real way, Jim lives on in all of us as we continue to make ARLHS what it is today," end quote. Jim Widener, who died on the 1st of September, was 77. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. Everyone needs a little extra help sometimes, and scouts pursuing their merit badges just got another resource, as we hear from Neil Rapp, WB9VPG. New help for scout troops pursuing the Radio Merit Badge and operating Jamboree on the Air is now available free in the form of a YouTube video. Scott Newman, KC3KKW from Troop 512 in Springfield, Pennsylvania, tells us more about it. Well, there have been a couple of assistant scoutmasters and I have banded together to create what's called Troop Resource. And it is basically a program that reaches out to other troops to help them, especially if they are under-resourced. What we're doing right now is curating videos, PowerPoint shows, and we actually put on this live internet, what we call a TV show. We've got one coming up, which will be all about ham radio and Jamboree on the Air. The group produces a live call-in show on Facebook Live about various scouting topics. But this month, it's about ham radio. And we're having people in. We're having the executive director from the Education Alliance for Amateur Radio. He's going to be on the show telling us about what they're going to be doing for JADA in October on the weekend of the 20th and the 21st. But they basically come in and they offer scouts and any other interested party who happens to be there education on ham radio. And they give them the opportunity to use ham equipment. And they're an awesome group in that they actually bring all of their radio equipment and a 40-foot antenna with them in a military trailer. And they pull up and unload the equipment and get everything ready. As this newscast goes to air, the live show has already happened, but you can find this and all of their shows archived on YouTube. Just search for Troop Resource to find their channel. And for more information about this program, visit trooperesource.org. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the W4GSO repeater in Greensboro, North Carolina, on Sundays at 8:30 p.m. If you're in the shack anytime on September 22nd between 1300 and 2100 UTC, tune to 20 or 40 meters and help the Bethany Relay Station of the Voice of America mark the 74th anniversary of its commissioning on September 23rd, 1944. WC8VOA will be operating a special event station, offering both a QSL card and a downloadable commemorative certificate. Afterward, in another part of the distinctive Art Deco building in Westchester, Ohio, the National VOA Museum of Broadcasting will be hosting a fundraising event from 5:30 to 10:30 p.m. local time to support needed building renovations. If you can't get there, however, get on the air.
While WC8VOA's HF equipment and antennas aren't the original ones dating back to 1944, the spirit of VOA history is surely still there on the air. In California's Sonoma County, organizers are combining an air show with a radio show. Special event station K6W. Here's Andy Morrison, K9AWM. Sonoma County, California has struggled to rise above the ashes of the recent wildfire devastation. And on September 22nd and 23rd, the county's spirit gets a boost from dozens and dozens of wings. The kind of wings you'll find at the air show taking place at the Charles M. Schultz Sonoma County Airport on those 2 days. The Wings Over Wine Country Air Show will feature aerobatic performances, the U.S. Air Force Academy skydiving team, and flybys of historic planes from World War II. Just as the aircraft overhead put on their shows, the Sonoma County radio amateurs will be demonstrating on the ground. Special event call sign K6W will be activated on 20 and 40 meters, depending on band conditions. No wonder the event theme is Rising Together, a celebration of recovery in Sonoma County. After a challenging season, everyone there will want to know that things are looking up. For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. It's been 100 years since Australia and the UK connected via wireless, so something special is being planned, as we hear from Graham Kemp, VK4BB. The first successful exchange of messages between Australia and the United Kingdom via wireless in 1918 is marked every 5 years by contact between the Dragon Amateur Radio Club in Wales and the Hornsby Amateur Radio Club, together with the Ku-ring-gai Historical Society in VK2. This year, 100 years after the original experimental transmission between the two nations, the experiment is about to occur again. This time on the 22nd of September as a reenactment of the original Morse code message and a broader celebration. With this year being a 100-year anniversary, the Ku-ring-gai Municipal Council is planning to host a celebration that will include displays in the nearby St. Andrew's Church Hall, as well as an amateur radio station operated by the Hornsby and District Amateur Radio Club with the call sign VK100 Marconi. At the same time in Wales, the Dragon Amateur Radio Club will operate its own HF station from the site of the Marconi transmitter there using the call sign GB2VK. The day's activities will include replication of the original message sent from Wales by Australian Prime Minister Billy Hughes to Ernest Fisk, who was at home at his wireless station in Wurunga. But why wait until the 22nd of the month? The Wireless Institute of Australia has been celebrating all month, and hams are being allocated state and territory-based special event call signs for the duration of the observance. The call signs have the prefix VI and the suffix Marconi, with the appropriate number in between designating each state or territory. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. In this week's World of DX, Claudio HB9OAU is on the air as SV5/HB9OAU from Karpathos do Tacanisa through the 20th of September. He's operating SSB and FT8 on 80 through 10 meters. QSL via home call, direct or bureau, LOTW or EQSL, also on club log. Members of the Saudi Amateur Radio Society are marking Saudi Arabia's 88th National Day by being on the air from the 16th to the 30th of September, with the call signs HZ88ND, 7Z88ND, and 8Z88ND. They'll be operating from Riyadh. The celebration marks the September 23rd anniversary of the kingdom's unification by royal decree in 1932. QSL via HZ1BF. Look for the logs to be uploaded to Clublog and LOTW. STU K4MIL is operating from Guantanamo Bay as KG4SS starting September 25th and through October 9th. Listen for him on 160 through 10 meters using CW, SSB, RIDI, and FT8. You'll find him in the CQWWDX RIDI contest between September 29th and 30th. QSL via home call sign or LOTW.
Hans, PA3HGT, is operating as 3B8/PA3HGT from Mauritius through the 24th of September. He'll be on SSB and possibly some digital modes on 40, 20, and 10 meters. QSL via home call, direct, or bureau. You've probably heard of the Navajo Code Talkers. Paul Brown, WD9GCO, talked with the proud son of one of them and learned how this ham recently honored his dad. One of the most fascinating stories to come out of World War II, at least to me, is that of the Navajo Code Talkers, a group of Native Americans who were recruited by the military to exchange tactical messages in a code based on their native language. It was a practically unbreakable code due to the obscurity of the Navajo language and the limited number of people who actually knew it. The Code Talkers have been getting some recognition in recent years, but one man, Herb Goodluck, N7HG, a Navajo himself, organized a special event to honor them. I started this 2004 in commemoration of the Navajo Code Talkers. My late dad, he was the one that was doing the code talking back in the South Pacific Theater. A group of Native Americans were enlisting the United States Marine Corps. And what they used for was to pass messages from a battleship to onshore islands. Goodluck is the son of the late John V. Goodluck, and he wanted to bring awareness to their story. Since my father had the Oklahoma Silent Key in the year 2000, I'm trying to figure out how to keep the legacy going. This is the only way I know as far as like home radio. And each year I've been sending out QSL cards, different ones. Last year and this year we do have certificates available. Goodluck already has next year's event scheduled, at least for the first day. The commemoration is located in Window Rock, Arizona, the Navajo Nation Veteran Park. Next year, we're going to have it again on August the 14th, 2019. That's just one day in Window Rock, Arizona. And then we'll figure out how many days we're going to actually run, maybe a whole week again. Goodluck said that the event is usually listed as N7 Charlie in QST and on the ARRL website. We would also suggest that you take some time to research and read up on the story of the Code Talkers, Navajo or otherwise. Those brave men contributed a lot to the war effort and deserve recognition. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, the Amateur Radio Lighthouse Society, the ARRL, CQ Magazine, Daryl Paul, KI6MSP, Hap Holly and the Rain Report, Michelle Carey, W5MQC, Ohio Penn DX Bulletin, QST Magazine, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, NATMW in Charleston, West Virginia, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018, all rights reserved. Right now, you will hear The Doctor Is In with Steve Ford, WB8IMY, and Joel Hellis, W1ZR. The Doctor Is In is an ARRL production and is also copyright 2018 by the ARRL. Hello and welcome to The Doctor Is In. I'm Steve Ford, WB8IMY. And I'm Joel Hellis, W1ZR. Has anyone ever called you a tool, Joel? As in, you're such a tool, or... I don't remember anybody doing that. If they do, they don't have any teeth anymore. Well, that was my way of segueing, yes, clumsily into the idea of talking about tools. It's something that hams don't frequently discuss. You normally discuss your rig, your antenna, maybe your amplifier, but we don't normally get down to the actual tools that you have, should have, in your station. I know you have a lot to say about that. Well, it's true, and I guess, you know, you hear more about test equipment than you do actual tools. Absolutely. I mean, test equipment is kind of a subset of tools in a way.
But, you know, there's an awful lot to say about tools. In fact, it could be the subject of a book. And, oh, by the way, I actually wrote such a book. Fairly, it's my most recent book, The Radio Amateur's Workshop, published by the ARL. So if you want to find out more about tools and test equipment, you can read about it in that book if you like. But there's no real simple answer here because there's so many different types of work that hams can do in their workshop. You know, the tools you need to build large HF Yagis are very different from what you need to build solid-state miniature circuit kinds of things. So, and of course, many hams have tools in all of the categories because they, at some time or another, do all of those things. And the tools last, how should I say it, the tools last much longer than your interest in one particular thing. So when you're done that job, they go in the drawer until you get a next, you know, 10 years later you decide to do another HF. Yeah, yes. You open that drawer and the tools are still there and they're still working. So that's kind of a key point. Good tools last a long time, so to consider them an investment. Well, let's just start from the sort of basic common denominator here. Everybody needs basic hand tools. And of course, many people had them before they became hams because you also need hand tools to put the knobs back on the oven or tighten the hinges on the bathroom door. Sure. Or, you know, all those things. So, you know, everybody needs a good set of screwdrivers. You know, hams might go a little bit further in a couple directions. Like hams might need what are often termed jeweler's screwdrivers, the very small ones that are easy to turn with a finger grip on the top. I have a set of those myself, So that's very handy for a lot of things, including set screws and other kinds of things. Now, they're not good for alignment, even though the screws may fit. Best to use an insulated alignment tool. I have to confess that I have found myself in a bind, and I have used the jeweler's screwdrivers to align a coil. I know I shouldn't have done it, but it did work. But yes, it's not proper procedure. Well, there are a couple problems with that. I've done that too. The problems are, one, you can actually apply more force with that than some adjustments want to have applied to them. And the other is sometimes there's a voltage on what you're adjusting, and if it's a coil adjustment in a metal grounded can and the screwdriver shaft hits the side of the can where you insert it through a hole, you can actually cause some damage to that transformer by doing that. And I've done that too. So we've all made mistakes, but the idea is to try to minimize the number of mistakes. Yes. So hams need smaller things than you need for tightening a door hinge, but also some other things such as Allen wrenches comes up in ham radio equipment. In addition to Allen wrenches, you probably want to have some of the torque wrenches that you can get as a separate socket fitting thing, fits on the end of a socket tool, a quarter-inch socket tool, for example, and you can have a whole set of them that fits on that one handle. And those are frequently encountered in recent gear. And speaking of wrenches, something that most people don't have if they aren't in the radio business for some reason is what we used to call nut drivers. These are hex head drivers that look like screwdrivers, but instead of having a screwdriver on the end or a bit on the end, they have a wrench on the end. So you can fit them down into something and grab the nut that's holding a tube socket or some other kind of socket in place in a tightly packed chassis that you couldn't get to with some other kind of wrench. But, of course, for many applications, the combination wrenches, which have a box wrench on one end and an open end on the other, are a good choice. And it's good to have many of these things in both English and metric sizes because nowadays, it's very likely that equipment is made in a country that uses metric. Going back to screwdrivers, the cross-headed screwdrivers, which we refer to as Phillips screwdrivers. Phillips head screwdrivers, Often. Should actually say on the shaft Phillips patent, and they should have a number 0, 1, 2, or 3, and probably having all of those is good. But something else to consider, and that is, for a long time there were people who made screwdrivers that looked a lot like Phillips but were not quite to the Phillips patent. We avoided them for a long time, but now it turns out that they're actually, radios made in Asia in particular have a different standard, and they tend to use that kind of screwdriver. So sometimes it's good to have some of those as well. What's the screwdriver that has a head that looks like a star shape? And I've seen that on occasion. Are you familiar with that? Now you're thinking of the Torx? Maybe I'm thinking of the Torx. Yeah. Yeah, that's kind of, it's started out, I think, in the automotive industry, but it's drifted off into lots of other places, including radio, some radio work. I've seen just a few, yes. One of my microphones is held together with Torx screws, for example. They're good to have as well. Now, in addition to screwdrivers and pliers and wrenches, and by the way, there's nothing as helpful in many cases as a good set of socket wrenches with a ratchet and extensions and so forth. Typically, for ham use, you'd find the quarter-inch drive sizes and the 3/8 inch drive sizes are about the most commonly used, although occasionally you'll need a half inch drive, but more likely for your
tire lug nuts than for a ham radio gear, but still. Yeah, I want to see the one that requires that. Yes. Sometimes. But I can imagine some antenna system pieces and tower pieces that would be using. Well, that's true. Yes. Heavy stuff like that. Now, if you don't have a socket set, you could do what I do. That is have locking pliers. Otherwise called vice grips. Those are very handy, but the problem with with using them on hex nuts is eventually they turn into round nuts, which are very difficult yes. to use with anything else. So you're always better off using the proper size hex wrench or socket wrench to do those. As opposed to what some call the Tennessee socket set. I have to say, I do use my vice grips quite a bit for antenna assembly, and I'm not recommending them for that. You're right, obviously, socket sets, vastly superior. But in a pinch, no pun intended, yes, indeed. The vice grips do come in handy. Well, they come in handy in a lot of ways. In addition to that, and I guess I try to avoid them on nuts, but because they can lock closed, sometimes you can get them to hold something even though you can't get your hand around there because of the yes. it starts to turn, the wrench will run into something and stop it, and you can actually use that to hold something. But if you hold it not on the threads or the hex part, but on the shaft part of a bolt that isn't threaded, that can be very handy and useful. So, you know, they can also be used as an emergency bench vise if you're careful not to crush what you're doing. Absolutely. Hold something in place on your workbench. And that's another thing good to have is some kind of a bench vise. In fact, I have a couple sizes of them. Some of them I can move. Some of them are bolted to the workbench, and I have a couple different categories of workbench too, which is a whole different yes. level of stuff. But also you can buy, and we'll find if you do a lot of small circuit board work, a device that holds the circuit board on your bench. So if you need two hands to do a soldering operation, you don't have to have your third hand holding the board in place, or try to do it with vice grips designed to the task and a good job with that. And while you're there, you're going to need some pliers. And in addition yes. to vice grips, I guess the first kind most people have are long nose pliers and then diagonal wire cutter, next kind of thing. And then a couple sizes. You don't want to try to use a cutter that's designed for number 30 wire to cut number 12 household wire too many times, because it won't after a while. A set of lineman pliers is often handy. In fact, I have them in a couple different sizes. They allow you to go and grab something from the end right up against the chassis. The old traditional, what we used to call gas pliers, the little slip joint pliers that there's always a pair in the kitchen drawer someplace, I find those very useful in getting that little bit of a snug on a UHF connector, particularly one that's mounted outside. If you don't give that last little snug on the back shell, you'll find that the back shell has worked its way loose and you get intermittent conditions and all kinds of problems. Now, I shouldn't use my vice grips to do that, right? Well, you have to be very careful that you don't snap them shut, and you can crush that back shell if it's off the connector. So, you know, you have to be a little careful here. But I just used some the other day. I had an outside panel. I was taking a cable off because we're going to have some construction work done, tripping over some of my cables out in the yard. By the way, the reason I didn't use the gas pliers was I couldn't find my gas pliers. So it's good to have a place where you put everything and so you find it ready. And the next category of things that most hams need to use is soldering equipment. Back when I started, what we always used was a dual heat soldering gun that typically was 100 or 140 watts. And that was great for wires on point-to-point wired chassis with vacuum tube equipment going from a tube socket to a terminal strip. We had plenty of room, and things were big enough to handle that much heat without a problem. Today, that's almost never used on equipment, almost always requires a very tightly controlled, small-tipped soldering station, preferably thermostatically controlled, but at least adjustable. You can get the right temperature, you can get right in there with a point, and you just get the solder where you want it. There's nothing worse than trying to solder a pin of a 16-pin integrated circuit and have the solder go all over the five pins on each side. And now, you wouldn't do that with a soldering gun, I take it. not more than once. I think once would be enough. Now, and the problem is not only do you get solder all over the place, in the process of doing that, you'll find the foil on the printed circuit board will curl up and separate, and you sort of have to start over. You happen to remember something that we were starting to talk about, but... Yes, I guess it escaped me at that moment. We were talking about Allen wrenches, and there's another kind of wrench that looks just like an Allen wrench, but has a slightly different head pattern or spline pattern. It's called a Bristol wrench. I survived for many years without Bristol wrenches until I got my first piece of old Collins equipment. For some reason, Collins seemed to use Bristol wrenches for their set screws, and I'm sure there are other people that
do as well, because people have been copying Collins for years. So, you know, there's another set of those around. So that was what... Can you still buy those? You can. I don't know where. I guess I bought some. You go to the usual place and you type in Bristol Wrench. Bristol Wrench. You'll find lots of people will offer you sets of... Well, I was going to bring up something also about tools. And would you consider a magnifying glass as a tool that one should have? I do, because in my early 60s now, I'm having a hard time, let's say, reading the numbers on small ceramic disc capacitors, you know. Oh, yeah, absolutely. And I would say that's definitely a tool or a construction aid also, yes. Because it's a very difficult for me, and my eyes are even older than yours, but even before they became that old, it just, things get very small when you're working on miniature circuits, and if you're trying to solder a pin or see where the little whiskers on the end of a stranded wire are getting to on a miniature connection arrangement on a PC board, you really need a vision aid that will allow you to see in more detail with higher resolution. Focusing closer in. And I guess there are different ways of doing it. I guess the kind I use is a visor arrangement that makes me look like Darth Vader or something, but goes over my head and slides down over my glasses and allows me to focus at very close distances. Some people prefer the kind that has a circular fluorescent light around it and a lens in the middle. And this allows the light to be applied separately so they're not tied together, which can be an advantage, I think. But you need something like that. I have even seen, there have been some articles in QSD in which people have used miniature electronic cameras and looked at the layout of a board or something on their computer monitor. And that can be very useful, too, although many times it's easier to work on something if the object you're working on is where you're looking. So if you're looking at the computer screen and the thing you're working on is on the workbench in front of you, your eyes have to go back and forth and readjust somewhat. But it certainly can help you see what you've done, and perhaps as a quality control measure at the end to go double check everything. But you ought to have something available to allow you to get in closer. Now, in your toolbox, do you also have a blade of any kind? Like a, again, I'm going to invoke a brand name here, X-Acto knife? I do know what I mean. I do have a set of those. I have a set of X-Acto knives. I have some single-inch edged razor blades. I have a pocket knife. As a sailor, I always have a pocket knife in my pocket. It's got a couple of different blades. Except when you're going through airport security, then that's right. I've made that mistake a few times. But, I usually make sure those are in checked baggage. And I try to avoid airport security at all costs by not taking airplanes when I can avoid them. But in any event, it's very good to have a knife or two available. The one I have has a two screwdriver blades, a very compact, it's actually made by the Swiss Army people, but isn't one with the red handles. It's a very thin item with a single sharp blade. It has two screwdriver blades and a can opener. One of the screwdriver blades is thin enough that it'll actually work with a Phillips screw if you're in desperate straits, and the other one is sort of a more standard one. It's not ideal for anything that it does, but because it's always in my pocket, I always have that available. So I'm a firm believer in edge tools. They can be very helpful. Certainly. Now, I have something unusual for you. I have a good dentist, one I've been seeing for the last 15 years, like the guy a lot, and he provided, as a gift, I think there were three or four what I call dental picks that they use while cleaning your teeth, and those were wonderful for getting into small spaces on circuit boards, that sort of thing. Is there a more common equivalent of that kind of tool? Well, it's interesting you mention that, because I have a similar, from a similar kind of source, I have some, I think they're called forceps or clamps. Oh, yeah. Or hemostats. Hemostats. I have a couple different sizes of them. And there's nothing like dropping a lock washer into the middle of your transceiver and trying to get it out. And, of course, if you tip it upside down to shake it, it'll slide to some place where it gets stuck forever. Of course. Until it blows up one day. And those are just perfect for going in and retrieving something like that. So I recommend them. I mean, we can go on and on with things. And there's just so many. And I'm sure it's possible to buy these things, but they probably cost a lot more new and sterile than they do after they've been kicking around for a while. So, talk to your doctor or your dentist. See, I'm sure they go through these things fairly frequently. And rather than have them toss them out, have them keep them for you. My dentist gave me those picks. Yeah. Yeah. Absolutely. Stainless steel, beautiful. And I've had them for years. So, okay. Are you ready for a question, Joel? I am. We have a question, but before we do, Joel,
you are going to answer another question. It's completely different. That's true. Actually, what I'm doing is responding to a suggestion that was made. I get a lot of email, and you're welcome. A lot of email. I do get a lot. But I got one recently from frequent QST author Steve Lawrence, WRSE. He frequently writes about antenna construction and so forth, and it does a lot of that work. And he had a comment on our rotator discussion that we had on August 2nd. Steve points out that I didn't mention something that I should have, which is that before installing a rotator on the top of your tower and putting an antenna on top of it, check it out on the bench with the control box and the cable you're actually going to use. Make sure all three things work together, including any connector arrangements you plan to put between them. He mentioned that because he recently got a new rotator, and even though it came with all kinds of quality control stamps, when he checked it out on the bench, he found it dead on arrival. The motor did not turn. And it's just so much easier to replace that before it's up on the tower with all the stuff connected up with the heavy-duty wrenches. So we thank Steve for that tip. Okay, and here's your question. This one happens to come from Dick, KH6RE, and he's asking, at the end of your discussion about the G5RV multiband dipole antenna in your June 2018 Doctor Is In column in QST, you mentioned that you brought the window line all the way from the 101-foot dipole to the indoor antenna tuner. My tuner has just coaxial connectors. Is a balun required at the tuner to make this connection? Well, that's a good question. And a balun or a common mode choke is recommended any time you need to make the transition between balanced and unbalanced. Just a good idea. Including at the antenna itself, if you go to the coax connect with dipole, you want a balun there because that keeps the common mode current off outside of the shield where it can get into trouble. So the same thing should happen at the bottom of the G5RV's window line matching section going to coax. And many people who offer those include that, typically called a K2AU. Or W2AU. Yes. Walt Maxwell's idea of a common mode choke, multiple beads on the coax, which is easy to do and quite effective if you have enough. But if you move that transition from out in the backyard to your tuner, you definitely want to have it there too, because otherwise part of the current coming out of the antenna tuner will go onto the chassis of the antenna tuner and from there to the chassis of the radio, and it'll tend to light up your whole shack. The amount that you'll have there depends on the relative lengths of different things, your ground wire and your coax or your window line length, the common mode length that's available there. But on a multiband antenna, the chances are on at least some bands you'll have a fairly serious problem. And the problem can be as simple as you feel it on the whiskers in the back of your hand when you go past the radio, or you curl your mustache when you try to talk into the microphone. But it can get a lot worse than that. It can also lock up your transmitter. You start talking and with Vox, and it starts transmitting, and it never stops transmitting until you plug the whole thing. That's happened to me. Perhaps more subtle is that also implies that all of those wires and things are actually part of your antenna system. And what that means is you'll be radiating from them into your household wiring, and also any household noisy appliances that you wouldn't hear if they were in the house and your antenna and everything were outside and there was no pickup on anything on your transmission line. All of that will pick up, and you'll hear your washing machine, which you wouldn't hear otherwise. So always a good idea to have a device to make that transition. Now, in an emergency or until you get one from the vendor, try it. You can put it on, and you may be able to get away with it. It will work. Some of the energy will go into the antenna. But keep in mind that any energy that goes onto your radio equipment or around your shack is energy that is not radiating where you want it. So it's always a good idea to keep the signals where you want them, and it works on both transmit and receive. Thank you, Joel. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 37 des Deutschen Amateurradioclubs für die 37. Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Rund 1400 Besucher kamen zur UKW-Tagung nach Weinheim. Der DHRC-Haushaltsausschuss tagte in Baunatal. Mustafa Landulsi, Delta Lima 1, Bravo Delta Foxtrot, Silent Key. 13 Distrikte feierten mit den Mitgliedern ein Funkfest. Jetzt anmelden für die Hemnet-Tagung, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Rund 1400 Besucher kamen zur UKW-Tagung nach Weinheim. Wir hatten etwa 1400 Besucher auf der UKW-Tagung und haben damit das Vorjahresniveau erreicht und in einigen Bereichen wie Camping sogar leicht überholt, so Peter Wehrle, Delta Lima 3, Papa Whisky. Der Vorsitzende des Funkamateurclubs Weinheim, kurz FACW, ist mehr als zufrieden mit dem Verlauf der Tagung.
Für das Tagungsprogramm standen auch in diesem Jahr wieder drei Hörsäle in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim zur Verfügung. Inhaltlich hatte der FACW e.V. mithilfe der Referenten wieder ein spannendes Programm zusammengestellt. Die Bandbreite begann beim Hemnet, ging über Antennen und endete bei Software-Defined Radiotechnik. Tagungsleiter Peter Wehrle, DL3PW, fasste die Veranstaltung treffend mit den Worten Unikat der Kombination zusammen. Als Sieger des Selbstbauwettbewerbs über alle sechs Kategorien kürte die Jury Wolfgang Schneider, Delta Juliet 8 Echo Sierra, mit seinem Leistungsmessgerät für 24 GHz. Er stellt ein gutes Beispiel dar, wie man Surplus-Technik verarbeiten kann, so Klaus Kuhnt, Delta Foxtrot 3 Golf Uniform, der die Preisverleihung moderierte. Der Flohmarkt war im überdachten Außen- und Innenbereich des Schulgeländes untergebracht und bot eine breite Facette der Amateurfunktechnik. Der Tagungssonntag startete mit dem traditionellen Kofferraumflohmarkt und vielen Fachgesprächen. Zum Brunch gab es für die interessierten Funkamateure einen Hemnet-Workshop von Michael Kugel, Delta Charlie 1 Papa Alpha Alpha von der AG Mikrocomputer Kurpfalz. Die Weinheimer UKW-Tagung versteht sich in ihrer Tradition als Treffpunkt für alle, die an Funktechnik und Elektronik interessiert sind, und diesem Ruf wurde sie auch 2018 gerecht. Bei einer spontanen Waffelbackaktion für die Mitcamper bei DL0WH konnten Spenden für die Erhaltung der sanitären Einrichtungen gesammelt werden. Der FACW e.V. bedankt sich herzlich und freut sich über die freiwillige Unterstützung durch die Gäste. Tagung des Haushaltsausschusses in Baunatal. Der Haushaltsausschuss des DARC e.V. traf sich am 8. September zu seiner Tagung im Amateurfunkzentrum Baunatal, um den Haushalt für das Geschäftsjahr 2019 zu planen. Die jährlichen Haushalte werden vom Vorstand über den Geschäftsführer aufgestellt. Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Tagung der Mitgliederversammlung. Termin für die Mitgliederversammlung im Herbst ist der 17.-18. November. Bei den DARC-Haushalten geht es um die möglichst genaue und vollständige Vorausplanung von Einnahmen und Ausgaben. Zur Tagung im Amateurfunkzentrum trafen sich der Sprecher des Haushaltsausschusses Peter Mesthaler, DG4 NBI, Eugen Dupré, DK8 VR, Rolf Heide, DL1 VH sowie die Rechnungsprüfer Heinz Mölleken, DL3 AH und Georg Overhoff, DH0 EAV mit den Vorstandsmitgliedern Thomas von Grote, DB6 OE, Christian Enzfellner, DL3 MBG, dieser war per Skype zugeschaltet, und dem DARC-Vorsitzenden Steffen Schöppe, DL7 ATE, Geschäftsführer Jens Hergard und den Mitarbeiterinnen Tatjana Hartlieb und Stefanie Heine, DO7 PR. Mustafa Landulsi, Delta Lima 1 Bravo Delta Foxtrot, Silent Key. Mustafa Landulsi, DL1 BDF, ist am 10. September nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. OM Mustafa war 43 Jahre lang Mitglied im DARC e.V. Er war viele Jahre Vorsitzender des OV Norden, India 09, und später erster Vorsitzender des Vereins Funktechnisches Museum Norddeich Radio e.V. Der in Tunesien geborene Pilot setzte sich Zeit seines Lebens für die Verständigung zwischen Deutschen und Arabern ein. So setzte er seine arabischen Sprachkenntnisse seit 1996 im DARC-Auslandsreferat als Koordinator für die arabischen Länder passend ein. Anlässlich der 39. Deutsch-Niederländischen Amateurfunktage DNAT in Bad Bentheim vom 23. bis 26. August 2007 wurde ihm die 25. Goldene Antenne für seine herausragenden humanitären Leistungen auf dem Gebiet des Amateurfunks verliehen. DL1 BDF hatte zuvor über den Amateurfunk erfahren, dass ein Mädchen in Simbabwe dringend ein Medikament benötigt, ohne dass es nicht überleben kann. So besorgte er das Medikament und organisierte mit seinen Pilotenkollegen, dass es rechtzeitig ankam. In seiner Geburtsheimat Tunesien förderte er den Amateurfunkdienst und ließ auch in Algerien Relaisfunkstellen errichten. Der DARC e.V. verliert mit OM Mustafa ein Mitglied mit internationaler Ausrichtung, das auch hierzulande viel geleistet hat. Der DARC wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
13 Distrikte feierten mit den Mitgliedern ein Funkfest. Bei der Geburtstags-QSO-Party der Distrikte und des Vorstands anlässlich des 68. DARC-Geburtstags trafen sich viele Mitglieder auf den Frequenzen. Insgesamt konnten 13 Distrikte gearbeitet werden, plus das Call des Vorsitzenden Steffen Schöppel, DL7ATE. Freut sich Heinz Mölleken, DL3AH. Der Amateurratsprecher konnte folgende Distrikte aufrufen. Baden, Franken, Bayern Süd, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Westfalen Nord, Westfalen Süd, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, die fleißig ihre Sonder-DOKs auf verschiedenen Frequenzen des 80-Meter-Bandes verteilten. Hier gab es einige Pile-Ups. Am 10. September 1950 wurde vor 68 Jahren der Deutsche Amateur Radio Club e.V. auf der Kurzwellentagung in Bad Homburg ins Leben gerufen. Diesen Anlass feiert der DARC mit einer jährlichen Funkaktivität des Amateurrats und der Vorstandsmitglieder des DARC. Laut Aussage DL3AHs sollte diese traditionelle QSO-Party fortgeführt werden. Jetzt anmelden für die Hemnet-Tagung. Die IP-Koordination Deutschland, das DARC VHF UHF SHF-Referat und die Hochschule Bremen, Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, laden zur vierten Hemnet-Tagung am 29. September an der Hochschule Bremen ein. Das Hemnet bietet durch den kontinuierlichen Ausbau stabiler Linkstrecken eine immer verlässlichere Infrastruktur zur Datenübertragung. Auf der Tagung soll unter anderem der Frage nachgegangen werden, wie die Übertragungskapazität genutzt und die verfügbaren Dienste potenziellen Nutzern bekannt gemacht werden können. Die Tagung beginnt um 10 Uhr, ab 9.30 Uhr gibt es Kaffee und Snacks und endet um 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen sind im Internet bzw. im Hemnet zu finden. Zur besseren Planung bei der Organisation wird um eine Anmeldung gebeten. Darüber informiert Jan Traschewski, Delta Golf 8 November Golf November für das Tagungsteam. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, am Samstag, 15. September, da startet der Thüringen-Contest. 15. 16. September, das ist das Wochenende für den Scandinavian Activity Contest. Außerdem gibt's noch am 16. September den BARTG Sprint 75. Das ist etwas für unsere RTTY-Freunde. Am 22. September, am nächsten Wochenende, da geht's dann weiter mit dem AGCW DL VHF UHF Contest. Und am 24. September, da findet statt der DIG Papa Alpha Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL Ausgabe 9 2018 auf Seite 60. Der Funkwetterbericht vom 12. September, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 5. bis 11. September. Wie in den Wochen zuvor war die Sonnenaktivität sehr gering. Bis zum 7. September konnte man keine Sonnenflecken sehen. Dann zeigte sich kurz vom 8. bis 9. September die Region 27-21 und ab dem 11. des Monats die Region 27-22. Bemerkenswert war eine Prominenzeruption am 9. September, leider nicht geoeffektiv. Der solare Flux betrug bis zum 7. September 68, dann 69 solare Fluxeinheiten. Das geomagnetische Feld stand unter dem Einfluss von intensivem Sonnenwind. Stürmische Bedingungen mit K gleich 9 am 5. September wurden durch wechselhafte Bedingungen zwischen dem 6. und 9. September abgelöst. Dabei führten bis zum 10. September mittags auch ruhige Phasen zu leicht angehobenen Bedingungen. Dann übernahm das koronale Loch CH884 mit intensivem Sonnenwind die Regie über das Funkwetter und bescherte erneut Sturmbedingungen. Die besten DX-Bänder waren 40, 30 und 20 Meter mit Öffnungen in den pazifischen Raum, vor allem morgens. Auch 15 und 17 Meter öffneten an einigen Tagen gut in Ost-West-Richtung. 40 Meter war das beste Band in den Dämmerungszeiten, Stichwort Greyline DX. Vorhersage bis zum 19. September, die Sonne bleibt ruhig mit Fluxwerten von etwa 70 Einheiten. Der Sonnenwind bestimmt weiter das Funkwetter. Die Störungen durch CH884 klingen ab. Bis zum 15. September erwarten wir ein überwiegend ruhiges Erdmagnetfeld, bevor es für den Rest des Vorhersagezeitraumes wieder aktiv sein wird. Das 20-Meter-Band öffnet morgens meist vor 6 Uhr UTC in den südpazifischen Raum.
Bis nach dem Sonnenaufgang bei uns kann man auf den Bändern 40 und 30 Meter DX aus dem Südpazifik und ganz Amerika arbeiten. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.28 Uhr, in Ostaustralien um 20.27 Uhr, in Westaustralien um 22.21 Uhr. In Singapur geht die Sonne auf um 22.57 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.19 Uhr, auf Hawaii um 16.17 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 15.13 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 4.10 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 13.48 Uhr, auf den Falklandinseln um 10.12 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 4.33 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23.11 Uhr, USA-Westküste 2.24 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.58 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 21.36 Uhr, auf Hawaii um 4.38 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 4.31 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 15.59 Uhr, in Neuseeland um 6.07 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17.32 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte auch diesmal wieder mein Kollege Stefan Hüpper, DH5FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben, also Infos und Beiträge mit bundesweiter Relevanz, so schicken Sie Ihre Texte gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Und ich weise nochmal auf den Redaktionsschluss des Deutschlandrundspruchs hin. Bis Mittwochvormittag 10 Uhr sollten Ihre Beiträge hier bei uns in der Redaktion eingetroffen sein. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Mächers, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.